En ook voor aanvang van de eerste thuiswedstrijd van de hockeyvrouwen een minuut stilte. Ter nagedachtenis aan Floris Wever, maar ook ter nagedachtenis aan Megan Zijp. Want het was in meerdere opzichten een inktzwarte zomer voor de hockeyclub. Want ook de 20-jarige Megan overleed plotseling. Dat gebeurde in Frankrijk. De dames van HCA zijn gepromoveerd naar de overgangsklasse. Debuteren op het derde niveau van Nederland. En na het gelijke spel van vorige week tegen Leiden komt Alphen nu op een 1-0 achterstand tegen Allianz. Is het Van der Bel met het openingsdoelpunt. Maar al snel komt Alphen langs zij. Hier is het Jiplaas met de gelijkmaker. Alphen is erg sterk in de eerste helft, maar komt niet vaker dan één keertje tot scoren. En dat is eigenlijk het enige negatieve van de eerste helft van Alphen. Tweede helft dan. Er wordt trouwens gespeeld op het nieuwe waterveld van Alphen. Een nieuwe stap is dat in de richting van verdere professionalisering van de club. Hier wordt Domhof gevonden door Laudrou. En die maakt toch wel op zeer fraaie wijze er 1-2 van. En zo staat Alphen aan het begin van de tweede helft alweer op achterstand. Alphen vorig seizoen vierde geworden in eerste klasse en via de play-offs gepromoveerd. Een zinderende finale tegen Weert. Allianz is ook gepromoveerd vanuit de eerste klasse naar de overgangsklasse. Maar dat door bij de beste drie van de afdeling te eindigen. Hier komt Allianz op een 1-3 voorsprong. Het is Laudrou met het doelpunt. Alphen heeft eigenlijk heel weinig in te brengen in de tweede helft. Bijna geen veldkansen en ook de strafcorners die Alphen krijgt, zoals deze, gaan er niet in. En zo verliest Alphen de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen met 3-1. Ik vind het niet tegenvallen. Als ik puur kijk naar wat we vorige week hebben gepresteerd, sowieso de opmaat naar dit seizoen toe. We zijn natuurlijk als nummer 4 vorig jaar bij Weert zijn we gepromoveerd. Dat was een fantastische prestatie, alleen ik vind dat we door moeten. En ik vind dat we als team door moeten en ook bepaalde stappen moeten gaan maken. En dat vertel ik ze ook elke training, dat is ook helemaal niet erg, dat is geen geheim. Maar we moeten bepaalde mentale en fysieke stappen gaan maken om uiteindelijk mee te kunnen doen op dit niveau. Je merkt dat je er harder op moet. Dit zijn toch teams die hoger zijn geëindigd in onze pool. Vorige week en deze week. En dat zijn wel degene waar we punten moeten pakken. Omdat die een beetje nog, zeg maar, op ons niveau ook naar voren zijn gegaan. Maar verderop in het seizoen wordt het alleen maar moeilijker. Naarmate we met de gevorderde overgangsklassers, dus die er langer in zitten, dan wordt het wel moeilijker. Ja. Die zijn het gewend. Een van de doelstellingen die je algemeen gewoon op de club heerst, jongens, blijft erin. Dat zou fantastisch zijn voor de club. Je hebt gewoon een verschrikkelijk mooi podium om zeg maar, te acteren. Ik denk dat wij ook goed genoeg zijn om eventueel erin te blijven. Het enige is wel, hè, en dat betekent wel dat je elke wedstrijd het uiterste van jezelf moet vragen. En vorig jaar kwamen wij nog wel eens weg met spelletje op 70%. Dan wonnen we hem 1-0, 2-1 of pakten we hem via de shootouts. Dat kan gewoon dit jaar niet. En dit jaar ben je gewoon bij het haasje. Dit jaar moet het echt vol gas. Nou, je moet elke wedstrijd gewoon eigenlijk een wedstrijd als Weert neerzetten en in de play-offs. En het moet eigenlijk op dat niveau moet het gewoon zijn. Doe je dat niet, en dan zie je vandaag, dan is gewoon ook een Allianz is gewoon te sterk voor je. Als een coach tegen ons, die gaf aan, als jullie zo blijven spelen als in de eerste helft, gaan wij er gewoon af. En dat heb ik ook die meiden ingeprent van, je bent veel beter dan dat je denkt. Het is een heel jong team, alleen daar moeten we wel vanaf. We moeten die stappen blijven maken, we moeten er vanaf dat we jong zijn. Dat is nou eenmaal gegeven, alleen we moeten echt die stappen nu gaan maken.